Jongerencentrum Stad Dijk blijft in ieder geval nog een jaar open voor jongerenwerk. Het huidige budget is echter niet meer alleen beschikbaar voor het huidige bestuur van het centrum. Iedereen met ideeën en activiteiten voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar kan er een beroep op doen. Dat is het resultaat van het debat gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering. Bij die vergadering waren talloze vrijwilligers van het jongerencentrum aanwezig. Zij waren in optocht van de Stad Dijk naar het stadhuis gelopen. En ze gingen dus met goed nieuws naar huis. Ik vind dat niet verstandig. We hebben een Stad Dijk doelgroep van jongeren van 16 tot 24. Moeilijke doelgroep om te bereiken. Daar heb je een laagdrempelige locatie bij nodig. Stad Dijk is een prima locatie. Ja, de afgelopen jaren is het niet goed gegaan. Maar ik vind het toch wel van belang om toch wel te gaan proberen de komende jaar of te kijken. Toch wel de doelgroepen kunnen bereiken en de Stad Dijk weer een leven en levend kunnen houden. Nou, ik ben blij met de inzet van het nieuwe bestuur van de Stad Dijk. Want die steekt echt zijn nek uit en die ook reëel kijkt naar die situatie. En die gaat de uitdaging aan om te kijken, zeggen van we willen een jaar, we hebben een jaar nodig om ons te bewijzen en te laten zien. Want we zitten in een stijgende lijn. Dat zal wat mij betreft heel kortzichtig zijn om nu meteen de stekker eruit te trekken. Geef een jaar de tijd en dan kunnen we na een jaar tot een conclusie komen. Ik ben daar al 2 jaar geleden over begonnen met de wethouder cultuur. Ik heb beide wethouders ook om de tafel gehad met een aantal welzijnspartners en de Lindenberg. Eigenlijk om te vragen, jongens, kunnen we niet samen een aantal dingen doen? Want jullie zijn de vindplaatsen waar jongeren, ouderen, mensen behoeftes hebben. En wij zijn degene die een antwoord kunnen geven op de vragen die er liggen. Dus laten we nou alsjeblieft samenwerken in die keten van vraag naar aanbod en programma. De doelgroep van de Lindenberg is echt heel anders. Dus jongeren tot 16 en van Stad Dijk oudere jongeren, als ik zo mag formuleren. We hopen dat in de toekomst, in de nabije toekomst, voor Stad Dijk blijft en ook wel groeit qua activiteiten en de jongeren die echt moeilijk te bereiken zijn, bereikt. Dan is gewoon voor iedereen een aanbod in Dukkenburg. Dan zijn wij, net als het bestuur van Stad Dijk, reëel om te zeggen voor jongerenwerk in Stad Dijk, dan is het geen mogelijkheid meer om te subsidiëren. Voor iets anders misschien wel. En daarom vandaag komt de motie. SP dient het in en wij ondersteunen het gewoon van harte. We gaan het ook mee indienen om dit gebouw open te houden voor en ook wel in leven te houden voor stadsdeel Dukkenburg.